Goedemorgen, het is vrijdag, tijd voor een nieuwe vlog. Ik heb nu met de meiden van de zwangerschapsclub afgesproken. En hun kids om even een koffietje te doen. En misschien straks nog even mijn beste vriendinnetje. Misschien dat mama straks nog even langskomt. Morgen hebben we de beste vriend van Sven die langskomt. En zijn vriendin en zijn dochtertje. En dan gaan we misschien naar het museum toe. En we gaan even lunchen. Maar goed, ze zitten allemaal een beetje last met eten en slapen. Dus we moeten even een modus in vinden. Maar dat gaat vast goed komen. Dat was de deur trouwens. Ik denk zo. En dat is de telefoon. Goed begin van de dag. Maar goed, ik neem jullie mee dit weekend. We gaan het zien. En kom mee. Ze slapen allebei en ik doe eigenlijk nu in de vakantie. Ik merk gewoon dat Niels het nodig heeft om gewoon weer even lekker tussen de middag uit te rusten. Dus dat doen we dan ook. Ik ga eventjes een filmpje bewerken. Hier. Ik weet trouwens niet of ik gezegd had, maar het was heel gezellig met de zwangerschapsclub. Tenminste, het was een klein clubje van de zwangerschapsclub. Het was heel gezellig. Alleen Helen die had op een gegeven moment helemaal geen zin meer in. Ik weet niet waarom. Ze slaapt de laatste dagen is ze steeds te vroeg wakker. Dan zit ze zichzelf vervolgens enorm in de weg. Omdat ze dan eigenlijk te vroeg moe is. Een beetje zo'n... Ze is eigenlijk honger, maar is eigenlijk ook weer te moe om te eten. Volgens mij zat ze weer in zo'n cirkeltje. Want uiteindelijk zei ik, jongens, weet je, ik ga gewoon. Want zij was gewoon niet echt meer vrolijk. Dan zou op zich graag blijven, want hij was leuk aan het spelen. Ik zei, dat is goed, dan kom ik je zo weer ophalen. Dan ga ik even met Eden boodschappen doen. Maar dat vond hij toch een beetje spannend. Dus uiteindelijk is hij ook meegegaan. Was wel jammer, want hij was echt heel lekker aan het spelen. Met Annekientje. Maar goed, toen ik buiten was met Elin, was ze meteen weer klaar. En zat ze gewoon rustig een beetje voor zich uit te kijken. Dus dan merk je wel dat ze moe is. Dus die ligt lekker op bed. Nou, en Niels is ook even aan het uitrusten. Ik ben mijn mond kwijtgeraakt. Hallo. Oh, wat heeft hij nou? Wat heeft hij nou? Zo mooi, kijk eens hoe mooi. Ja hoor. Je ja, hebt al mooie sterren opgeplakt. Ja, oh, dat kan heel goed met potlood. Van oma die dop pakken. Mooi. Heel netjes. Goed zo, Jochie. Lekker appelflapjes. Goed zo, en dan weer met het water. Heel een klein beetje aaien. Goed zo. Nou, ze zitten erin. Het is veel eigenlijk om te eten. Wat zo intens van genieten als een kind heel heerlijk zelf aan het spelen is. Helemaal in de eigen wereld. Moet je kijken. Het is een oude pyjama van Niels aan. Ze hebben net gebadderd, dus vindt haar goed. In hun boot de ruiven te eten. We gaan zo even naar buiten. Eden, goedemorgen trouwens. Goedemorgen, het is zaterdag. We gaan zo even naar buiten. Eden moet over 3 kwartier even naar bed. Als het lukt, want dan kan ze nog slapen voordat we gaan. Het is gonna be a challenge, maar we gaan het zien. Dus dat is de missie. Maar meestal helpt als je dan even naar buiten bent geweest. We zijn even lekker buiten geweest. Dan krijgen ze dus nu briefjes in de brievenbus. Met 2 mannen. Die dan pedofiel zijn. En dat je op je kinderen moet letten. Ik vind het echt heel heftig. Als grap is het niet oké. Okay. Als het echt is het ook niet oké. Okay. In alle situaties is het niet oké. Okay. Maar ik denk, wat moet ik hier nou mee met deze informatie? Echt zo'n raar verhaal. Ik ga hem even googlen ofzo. Ik vind het echt een heel vreemd iets.
ga ervan uit, dit is niet een briefje van de politie, zeg maar. Dit is, nou, ik vind het echt heel heftig. Ik ga hier even googlen. Ik weet niet of ik daar heel vrolijk van word, maar... Heel idioot. We proberen nu even een bed te krijgen trouwens. Ook een uitdaging. Twee ook. Die ene man lijkt ook gewoon een beetje op iemand die verkiesbaar is gesteld, zeg maar. Zo ziet het er een beetje uit. De andere man niet. Het is gewoon een soort foto in zijn huiskamer. Goed. Nou, Elin heb ik wakker moeten maken, want die lag om 1 uur nog steeds te tukken. Het is nu 1:50. Ik heb haar heel snel aangekleed. Ik zit nu met mijn rijstwafeltje te eten. En ik ga er nu maar gewoon de jas aantrekken en dan gaan we, want we zijn laat. Maar goed, ik heb nog even mijn haar gekruld, want ja, ik was niks aan het doen. En mijn nagels gelakt, huis opgeruimd, dus ik heb mezelf wel nuttig gemaakt. Maar nu moeten we gaan opschieten. Maar ze heeft dus wel heerlijk gestapeld, daar ben ik echt mega blij mee. Zullen we gaan? Ja. We gaan lunchen bij Jozef. En Eden en ik zijn alvast aan de wandel. En dan vindt de bal in de boom zo mooi. Nou, wij gaan alvast fietsen. Daar ligt Niels. Elin slaapt ook. Het is hier een rotzooi, maar ik heb ook opgeruimd en nu ga ik puzzelen. En ondertussen ga ik een podcast luisteren. Voor een momentje voor mezelf. We moeten nog aan het huis, maar dat gaan we vanavond doen, hebben we besloten. 1:45. We gaan even naar buiten. Om de banden pompen. Wij zitten bij een grote Jumbo. Dit zijn daar de speelbal. We zijn even in het terrein. Daar gaat Niels naar de fiets. Niels bij mij, Elin bij Sven. Wij zijn weer thuis en ik moet er even in het ritme komen, want ik moet natuurlijk nu weer Niels zijn broodhommeltje maken en zijn gymspullen, dat kon ik ook echt. Ik was zijn rugzak aan het zoeken, toen kwam ik zijn gymspullen en dacht ik, oh ja, die moet ook weer mee. Dus ik moet er nog even aan wennen, maar so far so good. We waren even lekker buiten, even een stuk gaan fietsen. En Elin was daarvoor gevallen, tenminste. Ze stond bij de lift, zeg maar. Ze wacht dan bij de lift en doe ik de deur op slot en dan gaan we. Maar ja, ineens hoor ik haar huilen. En zoals het begon, maar is er niets. Ik bedoel, zij kan daar niet zelf ergens. Dus ze kan er niet uit. Het is gewoon letterlijk 1 meter van ons voordeur. Dus ze kon ook nergens tussen zijn gekomen of weet ik helemaal niks. Maar ze moest dus ineens huilen. En toen dacht ik, nou, wat raar. Dus ik dacht, ze heeft last van haar pols. Dus nou goed, ik met haar naar beneden, want Sven was bezig met de banden oppompen. En ik zei, ja, ik moet even in de gaten houden, want ze heeft echt last van de pols. Ze was aan het huilen en ze huilt niet zo snel. Dus op een gegeven moment, ik had al gekeken, maar nou ja, goed, toen zag ik niks. Maar toen we dus nog een keer keken, zat er dus, daar bij die knik, zeg maar. Ik had het niet aanwijzen met één hand, hè. Maar er zat een snee en het bloedde. Maar best wel een fors snee, maar geen idee waarvan. Er is daar niks, zeg maar. Niels had het over sleutels, maar ik had mijn sleutels in mijn handen, dus... Dat kan het ook niet zijn. Dus ja, het lijkt wel alsof ze zeg maar zo met haar nagels zo erin is. Maar nou, we weten het niet. Daar komt het op neer. Er gebeurde verder ook helemaal niks. Nou, het is een beetje een raadsel. Maar goed, dus terug naar binnen. Schoongemaakt, pleister erop. Tenminste, schoongemaakt gewoon even. Er zat allemaal bloed, zeg maar. Dus dat even afgehaald. Pleister erop. En we hebben gewoon in de gaten gehouden of ze hem wel goed gebruikte. En dat deze gelukkig wel. Dus nou, een beetje in de gaten houden. Maar goed, ik wil nog even 2 tips delen. Ik heb ze al eerder gedeeld, maar ik dacht deels nog een keertje, want ik was weer aan het opruimen, want er is weer mee gespeeld. Lego boekjes. Dus Niels echt gek op. Gewoon bij de speelgoedwinkel de nieuwe Lego boekjes. Hij kijkt dat dan allemaal door en nou, hij vindt het allemaal bijzonder interessant. Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk ook heel veel Lego, dus hij vindt dat extra leuk. En dit spel, dat is ook speelgoed van het jaar geworden. Het is eigenlijk voor 5 jaar, maar Niels vindt het echt wel heel leuk. En je moet dus steeds hekjes op een bepaalde manier plaatsen, zodat de dieren
bij elkaar, zeg maar, in een hok zitten. Dat is natuurlijk niet uit te leggen. Je hebt dus, zeg maar, een grasveld met hekjes, drie soorten hekjes. En je hebt een paar dieren en dan kijk je naar de opstelling. En hier staat bijvoorbeeld hoe je deze dieren neer moet zetten. En dan moet je dus kijken, hoe kan ik ze zo neerzetten dat, dat de dieren niet bij elkaar kunnen komen. Dus dan moet je dus hier en hier een hek plaatsen, bijvoorbeeld. En hij vindt dat echt heel, heel leuk om te doen. In dit geval moet je volgens mij hier een langer hek en dan hier een korter hekje. Maar is heel leuk. Kunnen ze zelf spelen en dat zijn best wel veel opdrachten. Iets van 60 of zo, weet ik veel. Het wordt steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment komen voederbakken bij en zo, meer dieren. Hartstikke leuk. Dus dat even voor de tips. Wij zijn de hele avond bezig met het huis. En nu moeten we het bed nog opmaken. Het is 10 uur. We zijn er klaar mee. Ik ben mijn laatste avond van de vakantie alleen maar bezig geweest. Dus ik ga mijn bed nog wel eventjes een beetje relaxen. Maar eerst ook maar eens eventjes opmaken. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat me even weten, want ik kreeg zoveel positieve reacties op de favoriete video. Laat even weten wat voor filmpjes jullie dan leuk zouden vinden. Dan kan ik proberen om daar iets van op te nemen. Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!